eerste erin? Ja hoor, ik heb het nog nooit eerder. Dat is voor mij ook een eerste ervaring. We bevinden ons nu in de Revive Kliniek Suriname, waarbij we eigenlijk Revive zelf, een global branch is, die zich bezighoudt met de wellness en preventieve gezondheidszorg. We hebben twee manieren waarop we dat doen. De eerste is intraveneus, dus via een IV-zakje eigenlijk, waarin er vitamines en mineralen worden bijgevoegd. En we hebben ook de EM-shots. En dat zijn dus gewoon spuitjes die like, rechtstreeks in de spieren worden gespoten. Waarom doen jullie het zo? We doen het zo omdat de vitamine en de mineralen direct in de bloeddarm terechtkomen via het infuus of in de spier, waarbij het langzamerhand wordt opgenomen. Maar belangrijk is dat het eigenlijk 100% wordt opgenomen in het lichaam, waarbij we dan zo de effecten direct kunnen merken. Maar je kunt toch ook even goed een vitamine-tablet drinken? Ja, klopt. Het vitamintablet kan je innemen, maar in het spijsverteringskanaal wordt het eigenlijk al grotendeels afgebroken. En wanneer het eigenlijk al op de plek komt om opgenomen te worden, komt hij al voor in een minimale hoeveelheid. Dus vandaar we eigenlijk dit proberen te omzeilen, om het direct in de bloedbaan toe te dienen. Voor wie zijn deze behandelingen bestemd? Deze behandelingen zijn voornamelijk bestemd voor een doelgroep 18 plus tot 65 plus. Maar then again heb ik mijn vader ook een keer gewoon meegenomen en die is 74. En daar is het ook prima gegaan omdat zijn medische historie goed is. Maar eigenlijk iedereen boven 65 plus zal echt eerst door de artsen moeten worden gescreend als ze in aanmerking kunnen komen voor die behandeling. Welke behandeling is er waarvoor? We hebben recovery drips en we hebben wellness drips. En zoals het woord al zegt, een recovery drip, dat neem je vaak als een sporter. Weet je, als je vaak sport dan, hè, dan moeten de spieren recoveren. Je verliest vocht natuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld de Ultravive. Dat is ook een recovery drip voor mensen die vaak last hebben van allergieën. Vaak vermoeid zijn. Je moet er net eventjes bovenop komen. En daarna hebben we aan de andere zijde hebben dan weer ook onze boostende drips. Zoals de Mega Boost en de Fight to Glow. Waarvan je een prachtige huid krijgt. Is Revive er ook om ziektes te genezen? Ziektes genezen? Nee. Maar wij richten ons naar preventieve gezondheid, waarbij we dan therapieën bieden om het immuunsysteem te boosten of ja, op te peppen, om dan juist ziektes te voorkomen. Dus dit is meer de richting van Revive. Hoe is het geweest? Ik was eerst wel een beetje bang. Omdat, iedereen is bang voor naalden. Het werd me zo goed uitgelegd over hoe goed het zou zijn voor me. En eerlijk gezegd, ik voelde me een beetje zwakjes. Dus ik dacht, laat maar kijken wat het gaat doen. Ik ben heel goed behandeld. Het deed helemaal geen pijn en ik voel me al stukken beter. Dus ik vond het een heel goede ervaring. Waarom ben je komen drippen? Nou, ik heb het eigenlijk van een mattie gehoord die is komen drippen, Adilio. En hij gaf me een goede review, maar dat hij zich erg prettig voelde daarna. En toen dacht ik, ja, ik wil het ook zelfs ervaren. En? Nou, tot nu toe, ik heb net eens de laatste drip in me geweest, om het maar even zo uit te drukken. En ik voel me prettig. Toen ik hier kwam, was ik een klein beetje moe. Maar misschien komt het ook omdat ik van de sportschool kwam. Hoor. Maar tijdens de drip voelde ik dat ik er een beetje lekkerder bij lag.
Dus ja, tot nu toe lekker. Oké, ervaring, I like it. Welke heb jij genomen? De hydro, de drip waarbij je dus je waterlevels in het lichaam, je weer hydrated wordt. De waterlevels in je lichaam dus weer een gelijk worden gemaakt, om het maar even zo uit te drukken. Dus basically helpen jullie ook mensen gezond houden en hun immuunsysteem boosten. Moeten de mensen dan nog vaccineren tegen COVID? Absoluut. Ook al zou je boost je immuunsysteem, moet iedereen gevaccineerd zijn. Dit kan alleen maar helpen. Daarna eventueel, mocht je COVID hebben gehad, om je een beetje eroverheen te helpen dat je immuunsysteem weer omhoog gaat. Maar het is zeker geen hulpmiddel tegen COVID. Dat jij daar hierdoor geen COVID gaat krijgen of zal krijgen. Dus wij adviseren de hele gemeenschap als Revive om massaal te gaan vaccineren. Zodat we allemaal verder kunnen met ons leven. En wij ondersteunen jullie daarnaast hierbij om jullie immuunsysteem op peil te houden. Mensen die al COVID hebben gehad, die zijn ook bij Revive terecht. Mensen die COVID hebben gehad, kunnen zeker ook terecht bij Revive. Uit ervaring heb ik gezien dat de mensen die al genezen zijn verklaard van COVID ook restverschijnselen aan overhouden. En dit komt omdat hun immuunsysteem aan de lage kant was tijdens de infectie en ook hun lichamelijke conditie. En middels onze therapie kunnen we het immuunsysteem als de lichamelijke conditie oppeppen, boosten.